Deze beschouwing mag niet verward worden met humor. Dat zou ik heel vervelend vinden. Nee. Dat ik niet serieus word genomen. Nee. Ik heb gehoord van een overtuiging. En die houdt in dat vrouwen aan het werk moeten. Dus niet mogen. Nee, ze moeten werken. Die beweging heet Feminisme. Ik weet niet waar je lid kan worden van de feminisme. Ik zou er echt wel 50 euro per jaar tegenaan willen smijten. Dan wil ik wel uh, een jaarverslag. Eh, met uh, of het wat opgeleverd heeft. Eh. Maar 50 euro wil ik wel uh, doneren. Want het probleem is schrijnend. De wereld schreeuwt om vrouwen die aan het werk gaan. En daarmee bedoel ik niet dat je bezig bent op een leuke manier tegen een aanvaardbare financiële vergoeding. Nee, ik bedoel dat wij wat aan je hebben. Die moeder van mijn kind, die deed dan de was. En daar was het druk mee, joh. De was voor drie personen. Uh, dat gaat richting de zes uur per week, hè? Oh, het was te druk. Hé, hey, dan is zo iemand wel heel druk. En ook heel moe. En, en die gaat ook... Ja, ik doe weer de was. En dat kost me zes uur in de week, man. <totstuk> janken. Dat, ik begrijp dat wel. Dat het heel veel pijn doet. Dat je de was moet doen. En, en dat je... Uh, moet je bewegen en zo, hè? Maar zes uur! Kijk, in zes uur tijd, jongen. Dan bouw ik een, een, een zomerpui aan het winterhuisje. Tenminste, met begindans een beetje. En na afloop een krat bier met mijn vrienden. Zes uur in de week. Ja, laat mij wat doen voor zes uur in de week. Wat wil je eigenlijk? Een zandkasteel? Of echt beton. Ik zeg maar wat hoor, dit is echt niet humoristisch bedoeld. De, de geheim is voorbij. De, het grootst verzwegen geheim: de grootste roze olifant in de, in de living room, in de woonkamer. Dat is het feit dat vrouwen, punt 1, ze vinden hun werk niet leuk. En punt 2, uh, ja, wij, wij proberen het ze dan maar. Uh, ja, maar uh, kunnen we dan uh, positief discriminerende maatregelen treffen? Jeetje, Christus, man. En het erge is: er zijn vrouwen en die werken. En die zeiken ook niet. Nee, want die werken. Die vrouwen die bij mij in het team zitten, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Want die werken. Het enige wat ze nodig hebben, zijn de juiste spullen en de juiste instructie. En dan is alles schoon, wedden. Ja, die manager, dat is een vrouw. En haar bovenmanager is ook een vrouw. En die denken er anders over. Ja. En mijn collega's die uh, halen hun schouders op en denken: nee, ja, ja. Weer eens een stelletje vrouwen die niet werken. Ik stond vandaag in het washoek. <laughs> Dat is wel met de beschuur allemaal. Te allemaal hè. Kom ik van de week op mijn werk, dan zijn er geen microvezelhanddoekjes. handdoekjes. Piggy. Wat is microvezel? En wat is een handdoek? Is dat uh, net als een padlaken? Nee, een, dit is uh, schoonmaken, uh, terminologie. Een handdoekje is een, ha is een doekje en dat heb je in je hand. Je hebt ook de mop. En die zit aan een mopstok. En meer dingen gebruiken wij niet. Ja, uh, wegwerpen voor de... Uh, als je wat geks hebt. Zo, dus, uh, basis van papier of zo. Een torik. En meer hebben we niet. Er zijn drie dingen die hebben wij. Ah, ja, wisserdoek heb je ook nog. Oké, okay. wisserdoek. Daar moet je de vloer mee wissen. Dat is uh, Swiffer. Swiffer. Maar wij noemen dat Wisserdoek. Swiffer is een merk. maar Wij krijgen dat spul op de rol. Meer zou ik het toch niet weten. Nou, ik heb die handdoekjes. Ik heb die moppen. Ik heb mijn wisserdoek. En. Ja, voor als er wat is. heb ik uh, mijn wegwerptork. De roze doekjes. Dat is alles. En dan kom ik op mijn werk. en dan zijn er geen microvezelhanddoekjes. Nee, dat is leuk. Ha. Voor de vijfde keer of zo. Hè? in een maand tijd. Hè? Dus ik naar dat kantoor van die manager van mij. En er zit een hele aardige gozer, die zit tegenover haar. En, en ik vraag aan, aan hem van... Hé, uh, hey, uh, waar is uh, mijn manager? Ja, zei, die is denk ik... Uh, ja, die is weg. Die, uh, Ja, hij hoe laat komt ze terug? Of, uh, hij zei, nou, ik denk niet dat ze terugkomt. Ze is echt weggegaan. Ze, ze nam alles mee. Zo, ik heb geen microvezelhanddoekjes. Ik zeg ja, hij keek al baas. Ik zeg ja, en ik moet uh, zo'n locatie doen. En daar zitten de zware jongens. Daar zit de, de ontlasting, nou nog niet tegen het plafond, maar je moet wel omhoog kijken om de laatste poepveeg weg te halen. Nou, zei die donder, maar dan, ga, dan, dan ga ik wel zo dadelijk, uh, zei die man, hè? Dan ga ik wel zo dadelijk machines aanzetten. Ik, ja, dat is allemaal best, maar... Daar heb ik niks meer aan, hè. Want tegen de tijd dat die machines uitgedraaid zijn en de droger gedraaid heeft... Ja, dan ben ik al op driekwart van mijn dienst. Nou. Kijk, als dat een keer voorkomt, is dat ontoelaatbaar en onacceptabel... Dat is een minpunt op je managementdiploma. Het minste wat een manager kan doen, is ervoor zorgen dat als je een manager bent van een taxibedrijf... ...en er komt iemand aanlopen en die zegt hallo, kan beginnen. En dan zijn de taxis op. En dan zeg nou dan moet hij maar met de fiets. Of met de riksja, dat is een fietstaxi. Dat kan natuurlijk niet. Hoe kan je mij aan het werk zetten zonder microvezelhanddoekjes? Mafketel. En ik heb haar telefoonnummer niet. Nee, want er was een probleemtje mee. En, uh, nou, maar dat zal allemaal wel goed komen. En dat komt er nog wel. Maar ik had het telefoonnummer niet. Ik had het wel het telefoonnummer van die vrouw die boven haar werkt. Ze is dus haar dan uh, even ingezijnd. Ik moet vandaag voor de vijfde keer aan het werk zonder microvezelhanddoekjes. En allebei kwaad, jongen. Ja, je hebt namelijk uh, de chain of command doorbroken, want je moet je direct de manager aanspreken en pas daarna de manager daarboven. Ja, die vrouwen die moeten een keer op SS les. De SS, de Schutzstaffel. Die is net zo georganiseerd als de Jezuïetenorde. En zo doen we dat. Als de manager boven je niet aanwezig is of zo. Dan gaan we niet zitten wachten tot hij terugkomt van vakantie. Nee, dan gaan we naar dat niveau daarboven. Zo werkt de SS. Uh, zo werkt dat model. De SS is niet meer, maar dat model. Van de Jesuïte orde. Van Ignatius de, Lo de Loyola. Die maffe Spanjool. Nou, nou, nou. En Had ik ook nog even fijn gerapporteerd aan uh, de, de bovenste vrouw. dat het washok vies is. En dat is het ook. Het is de centrale plek waar wij onze vuile spullen komen dumpen. Daar staan de profi-machines van Miele. Want uh, Miele weet wat vrouwen willen of zo. En het hok wordt ook smerig natuurlijk. Maar ja, gek geworden. Dat moet schoongehouden worden. En dan zegt zo'n vrouw rustig: Ja, nou, het is, ja, ik weet het ook niet precies. Maar uh, waarom doen we dat niet gewoon met z'n allen? En ik moest haar uitleggen: van, Lieve kind, als wij van de locatie terugkomen, ook maar twee, drie minuten te vroeg, dan krijgen we gekanker in ons nek. Van je vorige, van je, degene die je opgevolgd hebt. Dus wij mogen niet te vroeg weg van de locatie. En ik heb een bus te halen. En ik wil best uh, het was ook schoonhouden. En uh, daar wil ik tijd voor hebben. Dat kost niet één seconde. Nou, dat begreep ze. Halleluja! Dus vandaag, uh, ik had het tegen, toen zei ze tegen mij: Ja, maar wil jij dan het, het washoek schoon gaan maken? En dan moet ik haar uitleggen: Dat ik een volledige taak heb bij de zware jongens. En ik kan niet zomaar een uurtje eerder weg. Ik zei, wat ik wel kan doen, is elke dag een kwartiertje. Ga ik elke dag een kwartier eerder weg van de zware jongens. En dan hou ik dan de hele week vol. En dan mag jij aan het einde van de week constateren dat het ook schoon is. Afgesproken? Nou, dat vond ze goed. Dan stond ik dus vandaag voor het eerst in het ook. En er waren twee vrouwen. De ene die komt uit Marokko. En ja, dat is zo'n deftige dame. Dat ken je wel, denk ik. Zo'n deftige Marokkaanse dame. Helemaal la ilaha ila la. -la, -la. Mahamad zulala. En zo is het. Ja, en die werkt. <laughs> en die kan, zo, die kan poetsen. En dan er komt de komt lachendekje komt binnen. En <laughs> die komt het <uit> al. <laughs> en ik zal opscheppen. Ik mag het wasfok schoonmaken. Een kwartier per dag ga ik deze tent even zuiveren. Waarop de, de lachenbekje tegen me zei... Waarom doet zij dat zelf niet? die manager. 36 uur in de week heeft madame. Ja, maar voor wat? Om ervoor te zorgen dat er geen microvezeldoeken zijn als ik ze nodig heb. We ja, zijn te erg voor hoor. En ook al die ruzie die je met die vrouwen krijgt. Je ja, gaat er naar huis. Als je het niet kan, hou er mee op. Ja, maar ik moet weer een keer, want ik ben feminist. Hé, hey, je loopt ons in de weg. Dat doe je. Serieus? Na zoveel jaar begin je er als man helemaal genoeg van te krijgen. Kijk, een lachenbekje die kan poetsen. En die voorname Marokkaanse dame, uh, die kan poetsen. En die poetsen. Die zitten ook smorgens voor dag en dauw uh, in de bus. Uh. Kijk, daar heb je wat dan. Maar dat soort baantjes zijn voor die feministen. Uh, nou, dit is. Uh, ja, dan ben je een beetje schoonmaken, Kennen die kerels dat die doen? Als ik nou zelf eens even ga managen. Ja, dan moet je wel zorgen voor de microvezelhanddoekjes, dacht ik. En niet lopen, de schuld lopen geven aan het personeel. Wat gebeurt? Ik vroeg ook aan mijn manager. Heb jij een overzicht van hoeveel handdoekjes er nodig zijn per locatie? Zodat je weet van zo laat begint die en die heeft er zoveel nodig. Zo laat begint die, die heeft er zoveel nodig. Zo laat begint die, die heeft er zoveel nodig. En aan het eind van de dag heb je er. Wat zou ik zeggen? Heb je er 30 over? Dan heb je 10% of zo? Veiligheidsmarge. Je weet het precies van, van moment tot moment hoeveel schone doekjes er zijn. Aan het einde van de dag zijn alle doekjes schoon en dan zijn er dan 398 of zoiets. En dan moet je ook nog in de gaten houden of de doekjes gejoept worden. Want die microvezelhanddoekjes die, die gaan richting een tientje... op de consumentenmarkt. Als je een goede wil. En bij de Action zijn ze goedkoper. maar dat is regelrecht schuurpapier. En dat is helemaal niet leuk. Nou, nee, helemaal niks, hè? Zij ze, nee, ik heb geen flauw idee... Hoeveel doekjes men nodig heeft. Ik met haar in mijn schoonmaaktijd. Bij haar verifiëren. Want we zijn het erover eens. Dat als je een toilet reinigt. Dat je daar één microvezel handdoekje voor gebruikt. En dat gaat daarna in de zak van de vieze dingen. Ja, dat vond ze ook. Ik zei nou, ik heb hier 15 toiletten. Hoeveel handdoekjes heb ik dan nodig? Ik zei, dan wil ik er ook nog een paar extra. Want er zijn altijd nog dingetjes. Een vensterbankie of een deur. Of... En dan wil je nog een doekie. En aan het einde van de dag wil ik uh, drie doekies over hebben, of twee. Want Het allerverschrikkelijkste is dat al je doekies op zijn en je ziet er wat smerigs. Dan baal je als een stekker. Tenminste, ik baal als een stekker dan. Ik heb er echt de pest in. En ik verdakken. Ik heb het gehad. Ik heb het geprobeerd. Dan heb ik maar zoveel doekjes mee. En dan had ik er prompt eentje te weinig. Ja, daar heb ik geen zin meer in. Dus ik heb er twintig nodig. En op maandag graag 22, want dan is het weekend geweest. En het weekend, dat is feest. Dan ben je twee dagen niet wezen poetsen. Dus... Nou, dat begreep ze. Wat ze niet begrijpt. Is dat ze met die toverformule van Perry.? Dat ze even alle locaties van waar die schoongemaakt moet worden. kan ze overal toiletten tellen. En dan keer de Perry-factor. En zoveel doekjes zijn er nodig. Tenzij het heel krap gaat spelen. En dan moet je, dan moet je overdag gaan wassen voor de middagploeg. Maar waarom zou je zo moeilijk doen, hè? Waarom zou je het risico nemen? Kijk, dat team wat die manager aanstuurt. daar werken ongeveer 26 mensen. Nou, laten we zeggen dat die aan bruto kosten. inclusief personeelszaken. en de loonadministratie. of de salarisadministratie. en uh, de, de, de medische dienst. en. Uh, wat, wat kost het allemaal bij elkaar. om één mens te laten werken bij mijn werkgever? Zullen we zeggen 2000 euro in de maand? Even afgerond hè? Heel simpel hè? Dat is veel te weinig, hoor. Je denkt 3000 euro in de maand. Maar laten we uitgaan van 2000 euro in de maand. Dat rekent wat makkelijker. En dat is 26. Dat is 52.000 euro in de maand. En tel er rustig 30% bij. 70.000 euro in de maand. En dan gaan we beknibbelen. Op een activum. Van hoeveel? Zullen we zeggen een tientje per doek? Een knettergek. Ik heb er geen woorden voor. Die vrouwen moeten zo snel mogelijk aan het werk. Niet ziffers, niet straks, maar hooit er nog, oder, oder. Wat is dat nou? Mijn dochter die vertelde mij, ja ik heb mee, maandag heb ik mij uh, uh, afgemeld, want uh, ik had het uitgemaakt met mijn vriendje en toen heb ik de hele nacht niet geslapen. En toen heb ik besloten dat het onder die omstandigheden geen nut had dat ik zou verschijnen op de werkvloer, want dan ben ik niks waard, want ik heb de hele nacht niet geslapen, want ik had het uitgemaakt met mijn vriendje. Inmiddels heeft ze het weer aangemaakt met de vriendje, maar dat doet er nou niet toe. Een hele dag niet op de werken. Dat kan toch niet? Er is een Engels gezegde waar als, uh, als vrouwen mannenwerk gaan doen, dan leidt dat ertoe dat mannen het vrouwenwerk moeten doen en het mannenwerk. Ja, maar Perry, wat is dan mannenwerk en vrouwenwerk? Want ik snap niet goed wat je bedoelt. Nou, de bedoeling is dat als je werkt, dat je effectief bezig bent. En niet zoals die manager van mij. Want daar hebben wij niks aan. Ja, maar wat is dan mannenwerk? Nou. Mannen zijn in de regel. Uh, nou, per definitie: mannen hebben beter ruimtelijk inzicht. Mannen kunnen beter hoofd rekenen. Uh, mannen zijn uh, handiger in communicatie. Niet zo bot. Vrouwen zijn bot in de communicatie. De mannen niet. Ja, sommige mannen ook, maar. Die vallen al heel snel buiten de boot. En dan denk ik, een stomme lul. Die, die praat altijd zo. En alarm zitten. Die man die spoort niet. Die, die heb je ook. Maar in de regel communiceren mannen beter. Ze schaken ook beter. Ze schaatsen beter. Ze voetballen beter. En al die dingen doen ze beter. Computers programmeren doen ze beter. Hardware bouwen doen ze beter. <laughs> en dan staat die vrouwen vrij hoor om aan de slag te gaan. Maar ze zitten liever thuis met een uitkering. En een kind van een kerel die ze niet konden vertrouwen. Of een kerel die dacht: Nou, jij bent niet te vertrouwen en ik ben een uh, kasi. Ja, dan zitten ze met een kind en een uitkering en zeuren om een baan. Zo'n vrouw op uh, internet laatst. Ja, is vastgesteld he, met uh, alleenstaande ouders. Dat uh, als het een alleenstaande moeder is, dan heeft die uh, zo'n gezin maar 25.000 dollar per jaar. Dat is in Amerika, hè? Ja, en als dan de alleenstaande ouder een man is, dan krijgt hij 35.000 dollar per jaar. Zo denken vrouwen, dat mannen dat geld krijgen. Je gaat een beetje leuk sociaal bezig zijn, en dan krijgt een vrouw maar 25.000 per jaar, en dan gaat een man een beetje leuk sociaal bezig zijn, en dan krijgt hij 35.000 euro per jaar. Dat is een groot schondel. Vrouwen werken momenteel niet of nauwelijks. Met uitzondering van mijn collega's. Zoals die, uh, die Marokkaanse deftige dame. En lachenbekje. Want die werken. Ja, die doen werk wat vrouwen niet willen doen. Hè? Nee, dan moeten ze vroeger nesten uit. Een ja, strontvreten. En daar houden vrouwen niet van, hè? Want uh, Lachebekje zat nou samen met die Marokkaanse deftige dame in de bus. En de buslijn uh, langs die provinciale weg waar uh, het instituut Dingesterrein ligt, die was afgesloten. En is er een pendelbus. En de, re de reguliere bus die reed voorbij de temporele bushalte. En iedereen brullen van, nee, hey, hier moeten we eruit, hier moeten we eruit. En toen zei die man, nee, nou, dat doe ik niet, dat is uh, onveilig en ik rijd door tot aan de benzinepomp. Toen konden die dames om kwart voor zes morgens in het donker door de berm gaan lopen. Langs de provinciale weg, naar de pendelbus en dan naar het werk. En dan gaan we niet lullen, maar poetsen. Maar daar hebben vrouwen geen zin in. Die willen net als mijn dochter kunnen bellen van... Ja, ik, ik heb de hele nacht niet geslapen en ik kan vandaag niet werken. Doei. Ik ben heel erg voor uh, feminisme en ik wil dan wel getallen. Dus ik wil wel geld storten, maar dan wil ik ook kunnen zien... dat er daadwerkelijk meer effectieve uren gewerkt gaan worden. Dan doneer ik wel. Ik hoor 5 euro in de maand. Zullen we het daarop afmaken? Heb je 5 keer 12, hoeveel is het ook alweer? Heb je 60 euro per jaar. Nou, doe het er dan mee. En motiveer die vrouwen om aan het werk te gaan. Nou, dat doen ze niet. Ja, klaar. Vrouwen zitten liever achterover te zeuren over minimumloon en betaalbare huren en uh, gratis ziektekostenverzekering. En, uh, het, uh, dat dan, uh, dan hebben ze kinderen en die moeten opgevangen worden door de samenleving, want daar hebben we allemaal geen tijd voor en uh, dat soort dingen. Er is eens dus gezegd door Middagsdekkers... Zo'n een, een Nederlandse bioloog uh, die probeert grappig te doen. En die zei van, nou eigenlijk kan uh, je. Met mannen, ja, je hebt helemaal niks aan. één man op honderd vrouwen. En het is genoeg om de hele zaak in staat te houden. Hè? Dus uh, Die man, uh, die, die, die spritst maar een beetje in de rond. En die vrouwtjes die baren, en dat uh, is het. Ja, maar wie gaat het werk doen? Daar maak ik me dan zorgen over. Ik vind het best door een samenleving met 99 vrouwen. en één kerel om de hele boel te bezwangeren. Ik vind het best. Maar wie gaat er op de bouwsteiger staan? Ja, maar bouwsteigeren. dat is een patriarchaal begrip. en dat hebben wij niet nodig. Wij zijn meer eco, snap je? Nou, rioleringen, dat, 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 dat vinden we ook, dat is heel patriarchaal. Dat, 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 dat zijn typisch dat soort dingen, met rioleringen. Dat je een toilet hebt en je drukt zo op een knopje, wat heel lui is natuurlijk. En dan druk je op een knopje en dan wuurpen al die poepen en die piesjes weg. Nou, dat is patriarchaal, man. Dat is niet, dat is heel ingewikkeld, snap je? En dat doen die mannen, die zijn allemaal zo ingewikkeld doen... met rioleringstelsels en elektriciteitsnet en gasnet. En dat hebben we helemaal niet nodig, man, wij zijn van de natuur is dus de ondergang hoor van de samenleving is dat de helft ophoudt met werken en dan valt de hele boel stil <laughs> neem lekker je risico dames en wat je van je kanis krijgt dat is de miktaal dat betekent dat jullie, uh, jullie worden gepaald in het weekend. Dus uh, wippen, ontbijten en pleiten. Dat krijg je. En ik ben niet voor de houden... want ik, ik hou niet van seks buiten natuurlijk. Ik vind dat dat nergens op slaat. Maar dat krijg je. Dus je wordt wel gepaald. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je gaat op Tinder een beetje lopen wipen en je wordt zo gewiped hoor. Word je helemaal schoongewassen van binnen. Door een of andere gozer die je helemaal niet kent. En die gaat er weer vandoor. En die, die, heeft, die, die mannen... Die, <laughs> ja, alleenstaande mannen hebben 35.000 35. dollar per jaar. Alleenstaande vaders. 35.000 dollar weten ze nog uit de puro. Dus die mannen redden zich wel. Neem mij. Ik red me. Ik spaar elke maand of ik koop iets duurzaams. Elke keer als ik pin, dan uh, heb ik in mijn hoofd heb ik een rekensommetje. Denk, oh ja, deze week is het zoveel per dag. Dan heb je 2 euro bespaard. Mooi zo. En dan ben ik heel blij. Ja, aan mijn lijf geen Polonaise. Als die vrouwen niet willen werken. dan betekent dat dat die vrouwen willen ophouden met het begrip samenleving. Ik vind het best. Toch. Het is een schande. dat je zulke luie wijven hebt die niet aan het werk willen. Die willen een kledingvergoeding. En een reiskostenfortrage of zo. Wat ze nou weer gelezen hebben in de krant. Het moet forfaiteren, moet het vergoed worden. Want dat het hoort. Het, Dit hebben mannen ook. En dat willen wij ook. Ik heb gewerkt, ik heb gewerkt bij Pfizer. En Pfizer is een uh, farmaceutische grote jongen. Er werken 600.000 mensen. Of 60.000 mensen. Het is nog steeds verschrikkelijk veel. Wereldwijd. Hè? En ik deed daar uh, het mannenwerk. Dus, uh, met de computer. En uh, dan zat ik daar als ZZP'er. En zo'n wifi uh, aan de telefoon. En ik kreeg ruzie. En dat volgde ik niet helemaal. Ja, ik was mijn eigen ding aan het doen, maar ze had uh, he, helemaal gehad. helemaal gehad. En toen liep ze naar een man toe, en die kwam erbij staan, en die zei: Ja, meisje, meisje, ik help je wel even. Nou, wat was er nou aan de hand? Kijk, die onderneming, Pfizer, die doet farmaceuticals, farmaceutische dingen. En wat je wil, is dat er op de toonbank dan een, iets van karton staat. Met uh, leuke doosjes en een, een, een sprekende spreuk. En iets met leuke kleurtjes. En dan gaan mensen denken: Oh, dat wil ik ook even proberen. Dat heet een display. Nou, dan maak je een vouwschema voor. Uh, dan moet je de spulletjes hebben die erin passen. En dan moeten bijsluiters en meuk. En. Maar iemand moet het in elkaar gaan, dingen zo. Ja, en Pfizer, die let op de kleintjes. Dus dat in elkaar dingen dat gebeurde dan door een bedrijf. En die had dan mensen met een beperking als uh, medewerker. Ja, dat is lekker goedkoop. Dan heb je als baas, dan betaal je bijna niks voor je personeel. Je moet wel betalen, maar niet heel veel. Dan kan je zakken met je prijs. Wel is het zo dat je werkt met mensen met een beperking. Dus als madame het niet voor elkaar gekregen heeft om de juiste spullen op tijd af te leveren in Sint-Oest Geest. Postcode zoveel. Je weet het wel, achterinladen. Dan kan de deadline niet gehaald worden. En zo'n vrouw, dat begreep ik dan, hè? Die was tegen hem aan het tetteren. Van ja, jij brengt me in een heel lastig pakket. En hoe moet ik eruit komen? Want de marketingactie begint. En de displays moeten klaar zijn. En uh, dinsdag is de, de grote vergadering met de vertegenwoordigers. En dan heb ik al die displays nodig. En dan ga jij me vertellen dat omdat een bepaald dingetje ontbreekt, dat het dan allemaal niet door kan gaan. En dan uh, kan je niet tegen die mensen zeggen om het even creatief aan te pakken. Dat zijn vrouwen. Ja, walgelijk vind ik het. Walgelijk. En die kerel die kwam erbij zijn en erbij staan... ...en er ging dus de telefoon op de luidspreker... ...en die begon lekker te praten met die man. Van hallo, ik ben Henk. Ik ben met Henk. Jo, hey Karel, ja, gaat alles goed? Ja, ik hoor net dat er iets, er is iets fout is. Kan jij vertellen wat er aan de hand is? En dan legt die man die legt dat uit... Ja, zegt dan, uh, die fan van Pfizer. Ja, dat, uh, dat begrijp ik. En uh, dat is aan onze kant een fout gemaakt. Dat is, uh, Het punt is, we hebben dinsdag wel die vertegenwoordigers. En, ja, wat, uh, wat kunnen we eraan gaan doen? Heb je zelf een idee uh, wat nog een mogelijkheid is vanuit jouw positie? En toen zei die man: van, Ja, nee, wat kan is dat als je. Maar dan moet het wel helemaal op tijd zijn. En dan uiterlijk vrijdagochtend om 11 uur. Want dan heb ik die volgende ploeg draaien. En dan kan ik je er nog inschuiven. Maar dan moet het er wel op vrijdag zijn. En dan ben je alweer niet. Uh, nou, even onderhandelen tussen twee kerels. Hè? En dat was een handjeclub. En toen werd de verbinding verbroken en dan zei die man tegen die vrouw van, nou heb je het gehoord? Dus je moet als een sodemieter, moet je die gaan bellen? En, dan moet, en dan zo laat vanmiddag moet je dat voor elkaar hebben? En zo laat voordat ik naar huis ga moet je dat voor elkaar hebben? En vrijdagochtend om 11 uur is daar de speedcourier. En dan laten we hopen dat alles goed gaat. Oké, okay, dankjewel Henk. Wat heb je aan zo'n vrouw? Die werkt helemaal niet. Die kan er helemaal niks van. Die kan alleen maar janken. Net als die manager van mij. De vrouwen die denken: ja, ik, ik moet geholpen worden, want het is tijdelijk. Want ik ben altijd onderdrukt en uh, daarom moet ik geholpen worden. En uh, als ik dan één keer geholpen ben, dan, dan, dan zal je zien hoor. En, uh, nou, maar dit noem ik geen hulp, snap je? Het is net alsof ik strand moet vreten. Ja, ga dan naar huis! Ik heb het te veel gezien om erover te zwijgen. De voorbeelden zijn zoveel. Je, 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 je raadt toch niet al die voorbeelden noemen? Nee, dat zal ik je besparen. Uit pietheid, Uit medelijden. Met ons. Met een hele batterij. 50% van de mensheid. Die, 50% van de mensheid en daarvan 80% denkt... Dat het moet werken. In die zin: een forfaitaire een reisvergoeding en dit erbij. En dan weet ik ook zo. En hoeveel vakantiedagen. En nu mag ik naar huis, want het is vier uur. Dat is ook geconstateerd. In Amerika hebben ze onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aantal contracturen. En het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. Dat ligt bij mannen aanzienlijk hoger. En dan kunnen vrouwen bij de vrouwenstudies zich gaan afvragen hoe dat komt. Hoe komt het nou dat vrouwen zich precies houden aan het aantal contracturen? En mannen die gaan daar ruimschoots overheen. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die mannen Dom zijn. Oké, okay, dus mannen zijn dom. Daarom werken ze meer uren dan in hun contract staat. En ze krijgen meer geld. Ja, maar dat laatste vind ik niet eerlijk. Nee, kijk, uh, we werken allemaal 40 uur, snap je? En dat een man zo dom is om de 45 uur te werken, dat moet die man zelf weten. Maar dat hij dan meer krijgt dan ik, uh, dat vind ik dus uh, seksistisch discriminerend. Ja, dat is waarom ik vrouwen van de werkvloer wil totdat ze echt feminist geworden zijn. Je gaat eerst maar eens kijken hoe een kerel werkt en dan ga je kijken of jou dat bevalt. En ik zeg je nu al, dat gaat je niet bevallen. Dan ga je net als Lachenbekje en die Marokkaanse dame. Dan ga je wandelen vanaf het benzinestation naar uh, de, 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 de tijdelijke opstaphalte. En daar is de pendelbus. En dat allemaal in het donker hè. Daar hebben vrouwen helemaal geen zin in. Dat weet ik best. En ik ben pro-feminist. Ik denk dat het helpt als. Iedereen werkt. En niet alleen de mannen. En wat je moet doen, dat wordt bepaald door dat wat je kan. En als je het kan, dan willen we graag dat je het doet. En dan niet zeuren, AUB. Zoals wij zeggen in de schoonmaak: niet lullen, maar poetsen. Ja, het, het is toch niet te veel gevraagd? Wat denken die vrouwen dat de poen vandaan komt van Mars? De aliens zullen ons wel gaan redden. Nu is er ook een campagne onder het openbaar vervoer. En je krijgt steeds meer vrouwelijke buschauffeurs. Dat is niet prettig. Het is niet prettig. Die zijn bruut. En er zijn ook mannelijke buschauffeurs waarvan ik denk van... ...jongen, heb jij te weinig vakantiedagen of zo? Ook van die zagrijneren, die heb je ook. Maar in de regel, een mannelijke buschauffeur... Allemaal, ...goedemiddag, ja, ga maar lekker rijden... Die provinciale weg waar ik op zit, daar, die is iets te smal. Die wijven die trekken zich daar niks van aan. Hè? Die zijn, ik ben de bus, ik kom eraan. En dan komt er een vrachtwagen van de andere kant en die moet half de berm in, omdat de bus 83 langskomt. En de toeteren, jongen. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Met zo'n gevaarlijk individu achter het steur. Die helemaal geen rekening houdt. Met het, tegenover, uh, weet het uh, tegenoverliggend verkeer is het dan? Het tegemoetkomend verkeer. Ja, als dat ook een dikke auto is. Dan moet jij even kalm doen. En dan langzaam passeren. En niet als een of andere debiel van: Ik ben bus nummer 83 en ik moet daar naartoe. Kom. Die vrachtwagenchauffeur die ging echt uit zijn plaat. Niet even toeteren van toet. Nee. Dat was een regelrechte mistoren. Maar waar ben je mee bezig? Mag ik er ook langs? Nee, die vrachtwagen die moesten half in de bermen stil gaan staan. Want de bus 83 kwam eraan. Ik ben de lijndienst. Je wordt er doodziek van. En ook zo leuk, dan gaan die vrouwen, die gaan dan werken, uh, want uh, en, dan willen ze ook nog die kerels, willen ze de deur uit, want uh, ze kunnen zelf de kinderen opvoeden, want ze gaan zelf werken. Uh, en wat doen ze dan met die kinderen? Die gaan allemaal naar het kinderdagverblijf, want de overheid weet het beter dan mama. En daar komt het feminisme vandaan. Het feminisme is ervoor bedoeld dat de overheid onze kinderen wel zal gaan vertellen hoe het zit en hoe je je moet gedragen. Allemaal een mondkapje op. En denk om je rol. Niet te veel eieren eten en ook geen vlees eten en geen vis eten, want dat is zielig voor de zeehondjes. Dat is het feminisme. In de slechte zin. En ik ben pro-feminisme. In de goede zin. Dus het hedendaagse feminisme moet zwaar verbeterd worden. Wij moeten daadwerkelijk gaan eisen. dat vrouwen werken. En als ze het minder doen dan een kerel, dat ze de laan uitgestuurd worden. Wegens. Uh, hoe noemen we dat? Uh, Genderincapabiliteit. Gender inca... incapabiliteit. Ja, zo'n woord kan alleen een man verzinnen. Huh? Gender incapability. Ja, dat, dat ik niet kan. Ja, ik ben een vrouw. Ik kan geen buschauffeur. En ik denk de hele tijd dat ik gewoon in een autootje zit. En dan lekker toet-toet. Dat ik een Mario Kart in. En dan kan je ook altijd opnieuw beginnen. En dan lekker toet-toet. En dan kom ik weer. Oh, maar met computers kunnen ze ook niet omgaan. Heel veel mannen ook niet. Mijn punt is. 20% van de mannen kan niet met computers omgaan. Echt niet. En 20% van de vrouwen wel. Dus wat wil je dan op je werk? Mannen of vrouwen achter een toetsenbord? Ja, zo, ja, van, ja, ik wil graag vrouwen aan het werk. En ze willen allemaal dingen dat ik denk van... Nou, meisje, meisje, dat ken je helemaal niet. Maar dat willen ze nou zo graag. En een, een forfaitaire vergoeding voor de reiskosten. En, 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 dat ik ook mee mag doen. En dat allemaal gezellig en sociaal bezig zijn op het werk. Ik heb een discussie gehad dat ik op een dinsdag... Moest ik s'avonds naar een klant. En dat betekende dat zij dan die avond niet de stad in mocht. Kon. Of ze moesten bezoeken, de oppas regelen. En ze zei: kwaads, jongen. Ja, je doet maar een, een beetje. En die klant van jou, waarom kan die niet overdag? Ik zei: nou, die staat op de markt. En overdag staat een marktman, uh, ja, dat kan ik niet overdag bij hem, uh, daar staat hij kippenpoten te verkopen. Dus de, de, dat kan niet overdag. Waarop die vrouw zei, die, die, uh, die moeder van mijn kind, uh, of mijn kind, dat weet je dus ook niet. Maar uh, die, die vrouw zei van, maar dan kan die man toch wel gewoon een dagje vrij nemen van de markt? Hij is toch een zelfstandig ondernemer? Uh, wat een onzin zegt dat je dan s'avonds moet afspreken. Nou, ik vind het belachelijk. En dan kan ik dus mooi vanavond niet weg, omdat jij uh, moet werken. Nou, je wordt er helemaal knetsen van, man. En dan zei ik tegen haar, ja Jij gaat eens in de maand, ga jij met je collega's, uh, dan ga je hij drinken. In eh? Zo'n leuke kroeg hier in Arnhem, het Oranje Koffiehuis. Moet je een keer langs gaan. Dat is echt een leuk tentje. Werkt een leuke gozer. Die is uitbaten, dat is een aardige vent. Ja, nou, dan gaan ze er langs. Dus jij gaat toch ook daar? En dan kom je ook pas om half acht, acht uur thuis. Waarop zei zij: zei... Ja. Dat is anders. Dat is socializen. Dat is heel belangrijk werk. En dat, dat, moet, ja, dat moet in de avonduren. Dat, dat, dat kunnen we alleen doen uh, ja, als het werk voorbij is. En dan een glaasje port erbij. En een, uh, nou, ook een, een spaatje rood. En, en misschien wat knabbeltjes. En wat olijfjes. En wat we lekker vinden. Ja, ik heb die vrouwen in de gaten hoor, je hebt er helemaal niks aan. In de regel dan, hè, 80% van de vrouwen afvoeren. En lachenbekje en die uh, voorname Marokkaanse dame, uh, dat is een ander verhaal. Want die werken. Die lopen smorgens om kwart voor zes van uh, het benzinestation naar de tijdelijke bushalte. En hebben schoongemaakt die dag alsof er niks aan de hand was. Oh, ik krijg het te horen. En Lachenbekje was. Totally pistof. En terecht. En oké, okay, die buschauffeur was een man. Oké. Okay. Nou, morgen ga ik het ook proberen. En. Nou, uh, ja, kijken wat er van komt. Ik ga het wel even. Duidelijk maken aan. Uh, ja, meneer de busdriver, uh, waar ik eruit moet. En dat ik geen zin heb om terug te lopen van het benzinestation naar de tijdelijke bushalte. Want als ik... Dan, 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 dan krijgen ze... Uh... Ik ga dat wel even vertellen. Een beetje lachenbekje en die voorname Marokkaanse dame door de berm laten lopen langs de provinciale weg. Nou, daar gaat die homo mee ophouden. Ik ben niet boos... Ik ben een vliegtuig. <laughs> Dan moet je er meer over zeggen. Wat, 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 wat zouden vrouwen nou echt goed kunnen doen? En wat ik je als tip kan geven. Je bent goed in dat wat je leuk vindt om te doen. Dus ik vind het leuk om schoon te maken. Dus ben ik daar goed in. Dus ja, wat vindt een vrouw leuk om te doen? Nou. Dat moet ze gaan doen. En niet. Als ik een vrouw was, ik had het geweten hoor. Ik had gezorgd voor het idee van goede tieten, het idee van een, een kont en het idee van uh, een beetje vet onder de dingen. Je ziet er al heel snel aantrekkelijk uit als vrouw. En dan was ik gaan speeden en een elektromonteur, denk ik. Je kan ook kiezen voor een kerel in het rioleringsgeweer, gebeurenstelsel of vuilnisman, maar die stinken zo als ze thuiskomen. Maar een elektromonteur, die ruikt naar nou sweet. En ik zou s'morgens morgens als eerste opstaan. De elektromonteurs die beginnen om echt heel vroeg. Dus dan ben je super vroeg ben je van je kerel af. Nou, mooi zo, opgerot die handel. En dan een beetje de kinderen wakker maken. Dat zou ik doen. Niet te veel zeuren. Ik zou die man vrij laten. Wat hij maar wil. Als je in het weekend iets wil, dan zou ik tegen mijn man zeggen... Ah joh, je hebt de hele week al zo hard gewerkt. Ga jij maar lekker doen wat je zin in hebt. Ik ben met de kinderen en ik ben thuis. Ga jij maar lekker doen wat je zin in hebt. Karper vissen of zo. Of bij de schietvereniging, een toernooi in Bellingwoude. Maakt mij het uit. Ik kijk naar de bankrekening en ik pin. En ik ben zuinig. Dat is, is zonder meer. Iedereen moet zuinig zijn. Niet gaan kwisten. De, de moeder van mijn kind die dacht: Nou, die gozer van mij die heeft zoveel poen. Ik ken ik wel een beetje gaan pinnen. Dan ga ik een uh, marktplaats hier, marktplaats daar. En dat is. Wow, man. Die B, ja Dat dus is een B. Iedere vrouw is een B. Tenzij je een A bent. Maar er zijn niet zoveel A-vrouwen. De meeste vrouwen die kunnen A. hun mond niet houden. En B. ze hebben een te grote bek. Ik had het wel geweten. Maar vrouwen tegenwoordig die zien hele hoge bergen en hoge bomen. en denken: Nou, het gaat allemaal goed. Je moet gaan lekker pinnen. Ja, bah. En wij mannen wij hebben dit te accepteren. Kijk, vrouwen in een onacceptabele situatie, die gaan klagen, die gaan langs de weg zitten, eh, die gaan hun hand ophouden, die gaan huilen, die gaan emotioneel worden. Wij mannen niet, hè? Ja, wij mannen niet. Een man zeurt niet. Een man zeikt niet. Een man zanekt niet. Je hebt zeuren, zeiken en zaneken. Dat doen we niet. En zagen, dat is telkens overnieuw beginnen over iets wat er toen gebeurde. Dat doet een man niet. En wij zien ons nou voor een mooie taak. Hoe gaan wij het voor elkaar krijgen om zonder gezin plezierig te leven? Ja, dat is een puzzel, hè? Dus je hebt geen gezin, je hebt geen vrouw die tegen je loopt te zeuren. ze zit ook niet te tijd te pinnen. Je kan lekker een mannenhuishouding voeren, u. En je eet elke dag waar je zelf zin in hebt. In plaats van liflafjes. Met veganistische eco shit. Waarmee ik daadwerkelijk stront bedoel. En laten we eerlijk zijn: lekker eten, dat is een dode kip. Of een dode koe. Dat is lekker eten. Ik weet nog een keer dat ik terug kwam wandelen. Toen woonden we in Groningen, in Groot Wetsingen. En ik was op bezoek geweest bij een buurmeisje. op anderhalve kilometer afstand. Echt. Ja, misschien 800 meter. Maar eindje lopen hoor. Dat was een buurmeisje. Dan kwam ik teruglopen. En toen kwam er een auto mij tegemoet rijden. En die auto die passeert mij en ik hoor kdumkdum. Ik denk, wat een raar geluid. Is die, uh, is die motor niet goed of zo? Maar die auto die mankeerde niks, die reed lekker door. En toen zag ik een vlek op het asfalt. Ik loop erop af en er lag een haas. Hmm. Ik loop naar huis en ik vertel dat mijn vader. En mijn vader zegt, wat? Een dode haas? Die stond gelijk in zijn benen hoor. Hoppakee, haas gehaald. Kijk, zei mijn vader, zo doen we dat. Eerst uh, twee dagen of zo. Twee dagen laten hangen. En dan gaan we aan de slag. Dat was lekker, jongen. Ja, mijn vader heeft de Franse keuken gedaan hè. Dus ja, die weet hoe hij uh, een haas moet klaarmaken. Mannen kunnen beter koken dan vrouwen. Wist je dat? Mannen hebben een beter reukvermogen dan vrouwen. In de regel dan. Uh, ja, ze hebben meer stamina, doorzettingsvermogen. Mannen hebben een eer. Ja, het is uh, al onbekend dat als een echtpaar in de auto zit... dat dan de vrouw, als die man de weg niet weet... dat die vrouw gaat zeuren en zegt... Ja, maar kunnen we toch iemand vragen? dat die man zegt, nee, laat mij maar even. Ja, maar moet echt iemand vragen? Nee. Een man die vraagt niet aan iemand iets... Wat hij ook zelf kan uitknobbelen. En laat die man. Die, Al die, die zogenaamde feministen. die zeggen: wij willen aan het werk. die gaan dat bediscussiëren. Ja, mannen moeten ook meer. Het is een beetje emotioneel. En dan zeggen dat je er niet uitkomt. En dan moet je het gewoon zeggen. En dan gaat iemand je helpen. Daar houden mannen niet van. Punt. En als jij dat wil gaan veranderen, dat is best. Maar dan moet je een nieuw soort man gaan verzinnen. Anders dan ik. Een soort afhankelijke man. Een soort uh, poesie. Iemand die gaat janken bij het eerste best. Hey, ik ben er zo... Ik kan er niet meer uitkomen. Nee, natuurlijk niet. Ja, als je dat wil, dan ga je gang. Het <laughs> maakt namelijk niks uit. Hey. Het is niet zo dat de wil, de God, dus de bijbelse God of de logische wil, het is hetzelfde. Het is niet zo dat de logische wil geeft om elk individu. Christus zei dat heel mooi, dat hij zei, ja, de logische wil, dat is mijn termen in zijn geval noemde hij dat de vader, hè. de vader die strooit maar wat hoor, je, je, je hebt mazzel als het wat wordt met jou. En die vrouwen die willen graag naar een maatschappij... waarin niet de vader de baas is, maar El Gore Smeerlap. En Mark Rutte, en Balkenende. En daar geloven ze dan in. En Karl Marx. Dat is allemaal communisme. En één grote familie. En de heilstaat. Daar geloven die vrouwen in. En ik niet. Nooit gedaan... Ik begrijp ook niet waar het idee heilstaat vandaan komt. Behalve dat ik weet hoe het in elkaar zit. Het is propaganda. En je kan het geinig vinden, die propaganda. Je kan het uh, walgelijk vinden. Ik vind het helemaal niks. Ik vind wat de regering momenteel doet. Je gaat er helemaal weer Ik ben momenteel aan het plannen om met Wim Kruidentuin de laatste dagen te gaan sluiten. Ergens buiten de stad. Gewoon met z'n tweeën. Twee kerels. En een huishouster. Dat wil Wim dan. Ik weet niet waarom hij dat wil, maar. Dat moet ik nou maar accepteren. Hij zei: Hij begon over een Filipijnse. Ja, ja als het moet. Maar ook liever helemaal geen vrouwen. Bij mij maar Wim, die heeft drie boormachines. Nee, vier of zo. Ja. ja. En Wim kan hoofdrekenen. Hij heeft een waterpas. Uh, hij kent de stelling van Pythagoras. Dus hij kan rechte hoeken maken. En Ja, we hebben een nou de meer nodig. Ik weet het niet hoor. Doe mij maar een kerel. Als roommate. En geen vrouw. Vond ik wel leuk met Lachenbekje. Dat, uh, dat was toen met carnaval. En dat hele carnaval is in duigen gevallen. Vanwege. Niet corona. Maar het weer en. Ja, drama. En zij had vrijgenomen. En het sloeg nergens op. Want het ging allemaal niet door. Dus dan kwam ik haar weer tegen op het werk in het washok. En ik zeg: Raar, dat was wel pech, hè? Met het carnaval. Maar, oh, zei ze: Ik, uh, ik heb mijn botkamer geschilderd. Ah, oh, zei ik. Oh. Ja, zei ze: Je moet er toch wat van maken. Je hebt vrijgenomen. Dan denk ik: Nou, dan ga ik mijn botkamer even witten. Kijk, oh, en hoe heb je het dan gewit dan? Heb je. Uh, je hebt twee technieken. De ene techniek is heel voorzichtig kliederen met een, uh, een lauw warm doekje in je linkerhand, als je rechts bent, en in je rechterhand heb je de kwasten, en in je linkerhand heb je een doekje. De andere methode is dat je alles afplakt. Dat is heel veel werk. Ik zeg: wat heb je gedaan dan? Heb je A of B gedaan? Oh, zei dat, ze, dat weet ik niet. Er was een, een, een goede kennis voor mij. Die heeft het gedaan. Ze zei, oh, was die goede kennis een man? Ja, zei ze. Ja, daar gaan we dan, hè? Walgeluk. Ja, niet van lachen. Maar die kan er niks aan doen. Die is omringd met. Uh... Ja, dat doe ik begrijp het allemaal wel. Ik neem haar niks kwalijk, want zij lult niet, maar poetst. Dus dat zij dan op de oude dag een, uh, een joker uit de buurt even zegt: Kun je even mijn badkamer witten? Dan krijg je een biertje van mij en dan uh, wil je een patatje thee of zo. dat zal wel goed zitten. Dus uh, met je poten blijf je van lachenbekje af. Dat dus, uh, lijkt me duidelijk. En over die marokkaanse voorname dame, dat niet, niet. Die krijgt mijn woede over je heen. Hè. Want dat zijn vrouwen die werken. Lachenbekje die komt met, met zo'n brommetje. <laughs> Ja, behalve dan nu, want het wordt nu donker. En dan durft ze dat niet meer. Nee, ja, dat zou ik ook niet durven. En dan zei zo'n gozer nog tegen mij: van nou, ze stelt zich aan. Want hij doet dat ook. Hij is een kerel. Hij gaat ook uh, op zijn elektrische fiets. Heuveltje op, heuveltje af. Hij komt er wel en hij maakt zich nergens zorgen over. Hij gaat ook om half Nee, op vijf uur de wekker en dan uh, ja. Dat doet hij gewoon. En zij is dan bang in het donker door die bospaardjes. Ja. ja Gedenk maar aan Vaastra. Ja. Dat wil je niet. Hoor. Krijg ik nou een appje? <laughs> Dat is Wim Kruidertaan. Die stuurt me, die heeft als dus een smartphone. En dan stuurt hij mij op mijn Nokia uit 1843. Dat was nog voor Nietzsche. Dan stuurt hij mij een WhatsApp. Ja, wat heb ik er dan? café de wacht. Dat werd gezegd door Monique, de, de barkeeper. Wanneer gaan jullie twee trouwen? Dus ik en Wim Kradertuin. Ja, hij is de vrouwelijke component. Zonder meer. Ik ben een stuk rationeler dan hij. En dat maakt niet uit. Kijk, voor ons, de, de, de pro-feministen... Kijk, wij gaan lekker leven. En niet zoals El Gore Smeerlab. met een hele villa aan de oceaan, want de zeespiegel gaat stijgen. Dus wat doe je als de zeespiegel gaat stijgen en de ijsberen gaan verdrinken? Ja, dan koop je natuurlijk een villa hé, aan zee. Dat wil je meemaken. Hé. Met een zwembad en een palmbomen en brunettes en blondines. Kijk, dat zit er voor ons niet in. Dat is voor koning Willem-Alexander en zijn lelijke vrouw. Die enge vrouw moet ik zeggen, die enge vrouw. Dit nu denk ik ineens iets heel uh, geks. Maar dan denk ik van ja, als je dan je leuter in Maxima stopt. en dan is ze zo eng en uh, straks krijg je hem er niet meer uit. En dat ze zegt: uh, eens gegeven blijft gegeven. Dan ben je mooi uh, onthand. Maar er is meer te beleven in het leven dan dat. Dan een Villa, Alda, El Gore, Wij mannen zijn naïef. Wij spelen graag. Met speelgoed. Dus ik heb momenteel uh, twee Raspberry Pis: eentje van 4 gigabyte RAM, eentje van 2 gigabyte RAM. Ik heb een Raspberry Pi-camera. Uh, ik heb een module display dinges. En Wim Kruidentuin is nu bezig om daar een behuizing voor te gaan uh, ontwerpen. Nou, ja, daar was software erbij. We wil je naar nou meer in het leven? Ik heb vandaag bij de Albert Heijn heb ik, uh, shawarma vlees gekocht. 2,49 euro voor 250 gram. Gekruide meuk. Het, het is. Kijk. De... Lamsvlees of kallisvlees. Callus, hier in Arnhem. het gaat voor 60 cent. Voor 100 gram. 60 cent. En dan heb ik je warme van een euro. Voor 100 gram. En het is gekruid. Nou, die gaat zo dadelijk in de, in de grote bakpan. En ik heb zo'n bakkie met romige knoflooksaus erbij. En wat wil ik nog meer? Mijn dochter die komt volgende week eten. En zij krijgt stoofvlees. Ik ga nog nadenken over de vorm van stoofvlees. En ik moet nog nadenken of ik aardappel doe of rijst. That's it. Want die andere keren, dat zij dan. Uh, ja, dan wil ik ook uh, een receptje van de Albert Heijn. En dan moeten ze deze en dan dit en een zus en zo. Ja. Ik ben een keer met haar wezen shoppen bij de Albert Heijn. En zo'n bonnetje. Een 17 euro AUB. Voor twee personen eten. Ja, dat is een beetje duur, hè. Oder niet. 7 euro. Nee, 17 euro. Dat, dat, meer dan 8 euro pp. Ja, waar moet je ermee? Ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, maar Piri dat is een smaaksensatie. Ja, het is ook een sensatie op je bankrekening, dacht ik. Een stofvlees dat eet net zo goed. Dan koop ik een kilo lamsmeuk of, of kalfsmeuk. Dan koop ik één of twee aardappels. En ik koop wat. ...ja, Rosamarijn, dat groeit bij Wim in de tuin. Dus we hebben genoeg. En... Ja, dan gaan we lekker even stoven. En het leuke van stoven is dat als je klaar bent, dan kan je daar ruim van eten. En dan hou je nog over. En dan kan je de volgende dag van eten. En dan kan je de dag daarna nog van eten. En als je het nog een beetje handig doet, dan kan je de dag daarna er ook nog van eten. Wat snap je? Hoe, hoe moet ik het uitleggen dat. Het gaat om dansen. En om te kunnen dansen. dan moet er ook meuk in die mond. Anders heb je geen energie. En dat is het. En hoe moet het smaken? Nou, aangenaam dacht ik. Ik heb mijn dochter ook uh, laten eten. Dan, uh, super, super simpel. Stoofvlees met ui. Scheutje azijn erin. En suiker. Daar kun je dagen van eten. Ja, maar uh, je wil wel eens een keer wat anders eten. Waarom? Waarom? Je wil dansen. Dat is wat je wil. Ja, maar Peri, hoe moet ik dansen? Want als vrouw, dat is wel gemeen voor jou, Perry. Want uh, mannen kunnen niet alleen beter schaken en beter schaatsen, maar ze kunnen ook beter dansen. En dat uh, vind ik wel heel vervelend dat je daarover begint. En ik vind dat het nu afgelopen moet zijn, want ik ben uh, negatief feministisch. En uh, ik, ik vind ik, echt dat, dat er, uh, het, het ligt niet aan de vrouwen ligt. Het is die dominante rol der mannen. En die denken alles maar te mogen kunnen. En daarom denk ik, dus terug naar Midas Dekkers. Hè? Denk je nou eens een samenleving in. met 99 mannen. en die werken allemaal. die maken verkeersborden schoon. en die gaan asfalt. Doe, 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 doe. al die herrie, al die bouwvakkers. 99. En we hebben één vrouwtje. Dat scheelt een hoop hoor, op de werkvloer. En de rest allemaal naar huis. Het houdt alleen maar op. Tja, een mooie ja, afrondende opmerking. En ik bedoel dit heel positief. Ik ben niet boos. Ik ben een vliegtuig. Tot de volgende!